Hallo, hallo en wat leuk dat je kijkt naar onze speciale React to All-Star-serie. In deze serie reageren oude spuiten- en slikkenpresentatoren op hun items van vroeger. Met in deze aflevering Manuel Broekman, die het item terugkijkt waarin hij letterlijk gaat speeddaten. Zullen de vrouwen hem nuchter leuker vinden of wanneer hij speed op heeft? Ik ben heel erg benieuwd wat ik te zien ga krijgen, want het was een tijdje geleden dat ik al die lijpe dingen mocht doen voor BNN, spuiten en slikken. Ik ben heel benieuwd. Ik doe mijn oortjes in en let's go. Voor spuiten en slikken hebben we al eerder speed getest, maar toen lag de focus voornamelijk op de lichamelijke reactie. Omdat we ook wel eens willen zien wat de druk sociaal doet, wat het doet met je omgangsvormen, testen we het nog één keer om te kijken hoe je overkomt na gebruik. Dus ik ga daten. Speed daten. Wat ik wel vet vond, kijk, los daarvan dat dit een hele, weet je, een vette actie was. Je krijgt wel informatie en je ziet me gewoon inderdaad dan drugs gebruiken. Maar wel op een entertaining gevoel, weet je. Dat taboe doorbreken, dat was ook een van de redenen dat ik meedeed toen vroeger. We zitten een klein uurtje voor aanvang van het speeddaten. Dus het wordt wel tijd dat ik het spulletje in ga nemen. Maar die speed was ranzig. Ik zie het nog. Ik proef het ook weer. Dat gelige substantie wat gewoon als een raket zo naar je voorholtes gaat. En dat je denkt, wat gaat er nu gebeuren? Ik heb echt de oren van mijn collega's afgeluld volgens mij. Ik heb hier de bullet en daar zit dus een kleine hoeveelheid speed in. Ik ben erg benieuwd of ik ga scoren vanavond. Oh, maar niet uit. Proost. Ja. Dit is een ijzeren bullet en dat doseert eigenlijk de hoeveelheid drugs wat je gebruikt voor een nakkie eigenlijk. Ik moet je zeggen, en dat weet niemand eigenlijk, maar de bullet hebben wij toen met de redactie toch wel eventjes nog een paar keer recreatief gebruikt met elkaar. Dus de bullet komt ook wel allemaal herinneringen terug. 2 weken geleden is Manuel ook wezen speeddaten, maar toen volkomen nuchter. Van de 30 vrouwen die tegenover hem plaatsnamen, waren er 11 die een vervolgdate wilden. 11 van de 30 wilden maar met mijn date? Maar mensen hadden volgens mij een beetje soms een vooroordeel over mij. Ik weet het niet, een beetje vlot en een beetje arrogant. Ik weet niet, ik heb dat nooit echt begrepen of zo, maar... Misschien kwam het ook omdat ik ook wilde entertainen. Ja, je bent toch een programma aan het opnemen, dus dan ben je toch een beetje televisie aan het maken. Misschien komt het daardoor. Of ze vonden me echt een kwal en mochten me echt niet. Dat kan allemaal. Het verbaast me wel. Ja. Mijn eerste indruk was dat ik dacht dat een hele arrogante jongen was. Ik kwam een beetje verlegen over. Ophouding. Ongelooflijk. Wat zichzelf wat meer profileren. Hij heeft volgens mij alleen maar vragen aan mij gesteld. En ik kreeg eigenlijk weinig ruimte om vragen aan hem te stellen. Misschien moet hij een paar biertjes meer drinken. Dat iets gewoon wat vlotter gaat. Dat moet goed komen, want deze sessie zal Manuel ondergaan onder invloed van speed. Oh nee! Ik heb er zin in, jongens, want ik heb 30 chicks die aan een tafeltje met mij gaan daten. Ik heb klamme handjes. Ik voel me best wel een beetje druk. Ik begin gewoon spontaan te zweten ervan. Druk zweet. Het speed is toch niet iets wat je van gaat hallucineren. Maar wel, dus we hadden wel echt een paar goede sterke dotten hadden we, weet ik nog wel. Maar die ogen, je zit gewoon, je ziet gewoon echt een andere blik. Ik heb er zin in. Ik herhaal ook dingen wat ik zeg. Hier zit ik, tafeltje 6. Laat me komen. Hallo. Hallo, hallo. Nou, dankjewel. 100% puur antwoord. Ja, bizar. Ik ben wel een beetje sterk. Ik weet nog dat ik op die stoel zat, maar gewoon niet gewoon even ontspannen. Hoe gaat het met je? Hoe is je leven? En hoe heet je? Maar ik zat gewoon, oké, vertel me meer hierover. En ik was echt op een soort Speedy Gonzales date trip. Dat doe ik eigenlijk. Ik ben best. Wow, die mond ook, hè? Maar
Maar jij wordt... Vind je het niet leuk? Jij zit nu op je seksuele piek, lijkt mij. Nee, ik moet 30 zijn. Jij bent een dirty girl. Wow. Het wordt een soort American Psycho-achtig. Je zit nu op je seksuele piek, lijkt mij. Wow, apart. Ik herken mezelf eigenlijk niet helemaal terug. Dit is wel vrij confronterend om mezelf zo te zien. Zo, het is pauze. En ik heb het echt super naar mijn zin. Ik heb soms het gevoel dat ik iets sneller ga dan de ander. En ik denk ook dat het zo is. Maar ze hebben wel veel lol. En ik denk dat ik sowieso meer jaartjes heb dan de vorige keer. En met het drankje staat aan. We hebben maar 2-3 minuten. En dan ga jij je drinken vragen. Dat kan toch? Ja. Toch mooi? Nee, zeker. Ja, het is leuk. Ik heb niet zoveel gezegd, maar ik merk wel dat er iets aan de hand is. Ja. Ik heb een nieuwe dans. Nou, ik denk dat hij net zo mooi is zo te zien als een shirt. Ik merkte wel dat ik toen ik de drugs op had, dat er wel mensen wel meer een beetje waren. Wat is het voor een rare gast, weet je wel? En wat is het een beetje een soort van ijdeltuit en ja, gewoon niet luisteren. What the fuck? Ik heb gewoon dope gebruikt op tv. Dat was vrij bizar eigenlijk. Maar voor voorlichtingen, dat snap je zelf ook wel. Ik ga nu naar het toilet. Fukkie fukkie doen. Ga je lekker, sorry, ik lekker dansen? Nou, leuk wel. Het gaat over speeddaten. Jij woont in? Amsterdam. Nou ja, was onwijs gezellig. Ik heb echt... Nee, nu gaan we beginnen, toch? Nee, nu gaan we verder. Ik heb het super naar mijn zin gehad. Ik was scherp, ik was de hele tijd een milliseconde eerder dan mijn tegenpersoon. Maar ik ga voornamelijk gewoon heel snel. Ik kon snijden naar de goede onderwerpen, soms seks, dat mensen denken, hé, wat de fuck vertel ik nu? Lichamelijk voel ik mij geweldig, ik bruis van de energie en ik heb zin om deze nacht totaal te doorbreken door vette shit te gaan doen en scherp te dansen. Manuel, we zijn natuurlijk ontzettend benieuwd wat de uitslag is. Ja. 11 vrouwen vonden jou zonder speedgebruik heel leuk, wilden vaker met je uit. Maar liefst 15 vrouwen. Oh, met speed. Wauw. Los van dat dit gewoon heel lijp is om dit terug te zien, herinner ik me nog wel dat het gewoon heel gek is dat je totaal zo high bent en zo eigenlijk met jezelf bezig bent. Ik bedoel, ik was volgens mij totaal niet geïnteresseerd in de ander, zie ik. En dat kan drugs misschien wel een beetje doen of zo. Maar ik had het wel naar mijn zin. Ik had er wel veel plezier in. Dus toen dachten mensen ook van, ja, weet ik, moet ik nou speed gebruiken als ik een meisje wil versieren? Was er nog op straat, vroegen mensen dat. Zei ik, nou, kijk maar dat item terug. Ik denk niet dat je dan echt de leukste versie van jezelf bent. Maar wel lachen.